Ik ben al met pensioen en toch sta ik elke dag om 6 uur op om vrolijk naar mijn werk te gaan. En dat heeft wel heel erg te maken dat ik nu een activiteiten heb waarin ik de hele dag kan doen wie ik ben. Als je de medewerker niet begrijpt in zijn essentie, wat valt er dan eigenlijk te managen? Met thema creëer je aan beide kanten heel veel werkgeluk. Mijn naam is Francisca Schreur. Ik ben de manager director bij Thema Nederland en ik werk daar voor 12 jaar als in de organisatie, maar ken talentmanagement al van de oprichting 20 jaar geleden. Thema staat voor talentenmotivatieanalyse en eigenlijk zeg ik altijd, wij zijn hier een geluksfabriek om te kijken of mensen en organisatie zo goed mogelijk bij elkaar aansluiten. En daar zit wel een visie achter dat we er echt in geloven dat mensen gelukkig worden als ze werk doen wat eigenlijk het best bij hun drijfveren past. Dus wat je buiten je werk eigenlijk ook niet kunt laten. Ik heb zelf altijd al in het organisatieadvieswerk gezeten en in het trainingswerk. Dus wat me altijd bezig heeft gehouden is dat wat kun je ontwikkelen bij mensen, maar dan wel op basis wat er al in zit. Dat je geen dingen kunt aanleren die je toch van nature niet helemaal bij je hebt. Dus met dat thema ben ik heel erg verwant. Maar dat je dat ook echt kunt gaan meten bij mensen door middel van een analyse. Dat vond ik wel heel erg prachtig om dat ook objectief te kunnen doen. Dat de wetenschap hier ook wel iets over te zeggen heeft. Nou, om, zou ik kunnen zeggen, het thema een goed product te maken, heb je wel verschillende categorieën. Mensen nodig om dat goed te kunnen. We hebben de psychologen werken bij ons, die ook echt kijken of het empirisch wel goed in elkaar zit. Maar we hebben ook op basis van data doen we steeds meer onderzoeken. Dus we hebben ook mensen nodig die content schrijven. Wat kun je nou met verschillende data doen? Denk aan teamsamenstelling of teamontwikkeling, wat allemaal op die basis gaat. Wij noemen daar dat we ontwikkelen van de HR intelligence, die ook wel door organisaties wordt gevraagd. En dan hebben we natuurlijk een hele club IT'ers die daar de vertaling naar maken naar een IT-organisatie, waardoor je het technisch ook allemaal goed voor elkaar hebt. Dus er werken bij Thema ook echt hele verschillende groepen met verschillende taken. Wat wij eigenlijk meten, dat zijn 22 drijfveren. En die liggen voor personen niet altijd heel erg in het bewustzijn. Want als je iemand vraagt wat dreef jou nou of wat drijft jou nou, dan kun je daar niet altijd meteen het antwoord op vinden. Nou, dat proberen we wetenschappelijk in kaart te brengen. Nou, dat leidt, zeggen wij, 22 drijfveren tot 44 talenten. Als je laag in een drijfveer zit of hoog, dan leidt dat tot verschillende talenten. En daarin zeggen wij van, dat zegt ook iets over de leerbaarheid van competenties. En als je competenties moet leren vanuit een organisatie die heel dicht bij je liggen, dan zul je daar ook productiever en succesvol in zijn. Dus dat heeft ook echt wel een één-op-één relatie tot organisatieresultaten. Organisaties zijn er toch wel steeds meer achter gekomen dat je natuurlijk soms een inhoudelijke kennis moet hebben. Als je arts bent, is het wel makkelijk als je een artsopleiding hebt gehad, dat je weet hoe je een patiënt moet behandelen. Maar het succes zit over het algemeen toch in gedrag. Dus er worden eigenlijk de gedragsindicatoren bij een functie, die worden wel steeds belangrijker. Waardoor het eigenlijk steeds meer naast elkaar komt te staan. Dus een specialist die niet met een patiënt goed een gesprek kan voeren, dat is eigenlijk in de toekomst niet meer mogelijk. Terwijl je 15 jaar geleden nog wel eens met een specialist te maken kon hebben die je nooit aankeek als die ging vertellen hoe het er met jouw ziekte voor staat. Dus daar is wel een grote verandering in. De vraag of er verwarring is tussen drijfveren, talenten en competenties, ja, daarom leiden wij mensen ook op die hier expert in zijn, want je hebt ook te maken met een taal. Om een voorbeeld te geven, competentiemanagement is heel anders dan leerbaarheid van competenties. En als ik daar iets verder iets over mag zeggen, dan zou je kunnen zeggen, competentiemanagement, dat gaat erover dat je kijkt of mensen gedrag vertonen wat in de organisatie beschreven is.
En vaak zie je dan dat de voortgangsgesprekken gaan over juist dat gedrag wat iemand niet in huis heeft. Terwijl als je naar competenties kijkt op basis van talenten, dan kijken wij meer van, ben je competent op basis van die drijfveren die je in je hebt? En daar is er overigens wel veel verwarring over. Dat moet je elke keer wel goed uitleggen. Duurzame inzetbaarheid is natuurlijk wel het woord wat nu heel erg bij organisaties leeft. Dat heeft ook te maken met de arbeidsmarkt op dit moment. Dus het oude thema binden en boeien, wat 20 jaar geleden ook al een thema was, is nu wel heel erg opportun. En dat organisaties toch wel steeds meer bezig zijn om daar zo'n objectivering in te brengen op verschillende processen. Want we hebben organisaties die zetten het alleen in bij instroom. Maar we hebben organisaties die zetten het ook in bij talentontwikkeling om met mensen in gesprek te zijn. Doe jij nu wel waar je blij van wordt? En er zijn ook mobiliteitsbureaus, er zijn allerlei verschillende processen, HR-processen, waar het op ingezet wordt. En er zijn nu ook organisaties die echt op basis van de gedachte, het gedachtegoed van TMA, ook alle processen ingevoerd hebben en daar mee werken. Ja, of ik nou zelf veranderd ben door de kennis van de TMA, ik denk niet veranderd, maar juist heel erg bevestigd dat ik ben wie ik ben en dat ik ook heel langzaam activiteiten, werk heb gevonden waarin ik dat ook echt kan zijn. En als ik nu kijk naar mijn huidige situatie, ik ben al met pensioen. En toch sta ik elke dag om 6 uur op om vrolijk naar mijn werk te gaan. En dat heeft wel heel erg te maken dat ik nu een activiteiten heb waarin ik de hele dag kan doen wie ik ben. En wat ik niet ben, ik heb natuurlijk ook dingen waar ik niet goed in ben, maar daarin collega's kan vragen, zou jij dat stukje kunnen doen? Dus hier bij TMA zelf in de organisatie is de hele teamsamenstelling ook wel heel erg afgestemd op de persoonlijke kwaliteiten van het individu. Ja, ben je nou, als je de TMA-opleiding gedaan hebt, ben je dan ook een psycholoog? Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk wel dat je een goed inzicht kunt krijgen hoe bepaalde drijfveren ten opzichte van elkaar werken. Je kunt wel een soort voorspelling doen als iemand een hele hoge behoefte heeft tot beïnvloeding en een hoge aanzienbehoefte. Dus ja, echt een behoefte aan applaus heeft, maar weinig behoefte aan sociale empathie. Dan kun je daar wel een soort voorspelling in doen, dat je denkt van nou, dat zou een beetje narcistisch gedrag kunnen zijn. Maar of er ook echt een narcist is, dan moet je toch echt wel een andere opleiding voor doen. Dat zou ik op de basis van het thema nou niet willen zeggen. Ja, is het thema geïnteresseerd ook in te zetten bij het MKB? En ja, het grote verschil is als wij leveren aan wat wij eindklanten noemen aan grote organisaties en ze hebben thema's als talentontwikkeling, dan is er per medewerker ook wel een potje geld vrijgemaakt om de thema met gesprekken in te zetten. Dat is bij het MKB een ander verhaal. Het MKB is niet zo goed gewend, of nog niet gewend moet ik misschien zeggen, om voor de troepen de dingen voorspelbaar te maken. Want het MKB gaat vaak optreden als er iets aan de hand is. Iemand wordt ziek, of iemand valt uit, of iemand gaat weg omdat het ergens anders beter is. Dus de hele bewustwording dat je aan dat de kosten in die zin voor de baat uit kunnen gaan, dat is bij het MKB nog wel een groot vraagstuk. Maar ik zie wel steeds meer dat HR-organisaties die hun diensten bijvoorbeeld inzetten bij het MKB, steeds meer hier terechtkomen om te kijken van kunnen we bij dat MKB nu ook presentaties geven om daar iets over te vertellen. Dus die vraag die leeft wel heel erg op dit moment. Nou, wat ik heel interessant vind om vanuit die thema nog vanuit mijzelf te zeggen, dat is dat ik er heel erg hartstochtelijk in geloof dat als je met elkaar het juiste gesprek kunt hebben over wie je bent en dat je hoe je ook bent, dat het goed is, en dat je als organisatie op zoek gaat daar een aansluiting te vinden, dat er ontzettend veel meerwaarde uit mensen en organisatie gehaald kan worden. En ik werk hier nou al een aantal jaar, of 12 jaar ben ik bij TMA betrokken. En ik word nog steeds heel erg blij als een HR-adviseur tegen mij zegt van
Nou, ik had nu toch een fantastisch gesprek met de medewerker. Eindelijk konden we ook objectief vaststellen waarom het niet gaat. Dat het en niet gaat zoals het gaat. Maar nu weten we ook wat er aan te doen is. En soms kunnen wij het faciliteren. En soms kunnen we ook vaststellen dat het echt niet meer past in deze organisatie. En dat er wat anders moet gebeuren. Maar het juiste gesprek daarover, daar ben ik wel een hele grote fan van. Ja, we zijn vanuit Nederland begonnen. Het thema is een Nederlands product. Maar het is wel grappig dat na 20 jaar, want we staan nu 20 jaar, dat er zo vanuit de hele wereld aanvragen komen om met het thema te gaan werken. En we hebben zowel in Saoedi-Arabië als in Mexico, als ja, in Frankrijk en België, dat zijn ook landen waar het echt goed geïmplementeerd is en nu. Maar uit de gekste windstreken van de wereld komen ineens aanvragen over thema en met gedrag bezig te zijn. En dat verwondert mij soms, dat er toch iets is in de communicatie over de wereld, dat met elkaar in gesprek zijn over de juiste dingen toch wel steeds meer gaat gelden.